Welkom bij een nieuwe video. We gaan een nieuwe, hoe noem je dat, nieuwe afleveringen starten. We gaan voor de kerststal gaan we poppetjes haken en we beginnen met Maria. Ik heb hier een boek voor me, heb ik zelf gekocht. De garen heb ik zelf gekocht, alles is vanuit mijzelf, ik ben niet gesponsord. Dus ik zou zeggen laten we beginnen en we komen er wel. En we gaan beginnen met het onderlijfje, die wordt blauw. En ze zeggen hoogtes onderaan bijna 25 centimeter. Dat is zo groot, mensen. Zo groot. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik durf altijd dingen te wedden. Maar 25 centimeter. Dat is echt mega. Die passen echt niet in mijn... Die passen niet in hoor. Dat gaat er maar niet worden. Dus, ik denk dat ze wel kleiner zijn. Ik denk iets van 15 centimeter. Want zo groot echt niet. En anders dan gaan we het patroon gewoon even aanpassen. En dan zeg ik tot hier en niet verder. Maar dat komt wel goed. We gaan in ieder geval beginnen. En ik begin nu met haaknaald 2,5. Dat staat hier ook. Dus ik ga er gewoon doen. Ik dacht ik ga toch maar de 3,5 pakken. Maar als je nou al zegt 25 centimeter. Mwah, laat ik het dan maar gewoon doen. In ieder geval, ik ga voorlezen wat hier staat. Maria, voor het lijfje en het hoofd beginnen we onderaan het lijfje. Dus dat zijn de voeten. Haak met blauw een ketting van 4 lossen. Dus dat gaan we nu doen. Dus ik heb deze trouwens van Pingwing. En deze komt volgens mij bij de bokkenvoordeel vandaan. Er zit 50 gram wol op. En deze mag je wassen op 30 graden. Dus mocht er ooit iets gebeuren of met een hond of met een kat of met een klein kind, dan is die wasbaar. Dus ja, dit is de eerste. En hij kan van 2,5 tot 3. Dus het klopt ongeveer wel. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat werken. Nou, laten we in ieder geval maar gewoon gaan beginnen. Ik ben even aan het denken. 4 lossen. Ik maak er een ketting van. Of ik ga er in een magische cirkel haken, denk ik. Nee, ik ga gewoon doen wat er op het boek staat. Laat ik maar eens even verstandig wezen. Oké, 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Nou, ik heb nu 4 lossen. Ik maak hem vast met een halve vaste. Dat zeggen ze ook daar gelukkig. Dus dat scheelt op zich wel. Tot een halve ring. Nou, dat heb ik nu. Uit een halve vaste tot de ring. Toer 1. Haak 6 vaste in de ring. Dus ik ga nu naar het midden toe. Ik ga geen vaste mee haken, want dat hoort niet. Dus 1. 2. Ho. 2. 3. 4. 5. En 6. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel echt moeilijker vind dan als je een magische cirkel haakt. Maar goed, we doen het maar op deze manier. We gaan nu 2 vaste, elke 2 vaste doen. Ik haak het touwtje niet mee. Die laat ik gewoon zo hangen. En je moet er uiteindelijk 12 hebben dan. Dus dat gaan we maar doen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 en 12. Nou, nu zijn we er weer gekomen. Nu zijn we bij toer 3. En dan gaan we 2 vaste in elke tweede vaste haken. Dus dat is 1 vaste en dan 2 vaste. 1 vaste en nu 2 vaste in 1 vaste. Dus nu hebben we er 3. 4. 5 en 6, 7, 8 en 9, 10,
11, 12, 13, 14 en 15, 16, 17 en 18. Oké, nou, we hebben nu toer 3 gedaan. We gaan naar toer 4. 2 vaste en elke derde. Dus we gaan 1, 2 en dan 2 vaste en laatste. Dus 1, 1 en 2. Dus dat is 3. 4, 5, 6 en 7. Bij elkaar. 8, 9, 10 en 12, 13, 14, 15 en 16, 17, 18, 19 en 20, 21, 22, 23 en 24. Dus we hebben 1 vaste, 1 vaste en dan 2 vaste. Nou, dan hebben we 24. Nou, we hebben net geteld, dus dat klopt helemaal. Dan gaan we 2 vaste in elke vierde. Dus dan krijg je 3 vaste met 1 vaste en de vierde heeft 2 vaste. Sorry voor het geklop op de raam. Dat was even iemand die kwam duidelijk maken dat die vervelend was. Lekker negeren altijd. Dus we gaan naar de vijfde toer. 1, 2, 3. Dus 3 vaste met 1 vaste. En de vierde met 2 vaste. Ik ga even mankeerder zetten, zodat ik wat beter kan uitleggen hoe alles in elkaar zit. Zo. Ik heb deze gewoon van de Vibra. Ook zelf gekocht. Oké, nou, we gaan 1, 2, 3 vaste in een vaste. En dan daarna haak je 2 vaste in een 1 vaste. Dus 1, 2, 3 vaste in 1 vaste. En 2 vaste in 1 vaste. Dus, zoals je ziet, je zit iedere keer in het midden van 2 vaste en daarna tel je erbij. En dat ga je uiteindelijk verder doen totdat je hoger bent. Nou, we gaan weer verder. 1, 2, 3 vaste in 1 vaste en 2 vaste in 1 vaste. En dat ga je doen totdat je weer aan het einde bent van de toer. En je vervolgens ook klaar bent. En dan gaan we weer naar de volgende toer. En we zijn bijna klaar met de toer. Ik haal dan een keer er weg. En ik ga daar de laatste 2 vaste haken. Dus ik zet de mankeerder weer in de laatste vaste van de toer. En we gaan naar de volgende. 30 vaste moet je nu hebben. 2 vaste in elke vijfde vaste. Dus we gaan weer verder met meerdere. 1, 2, 3, 4 vaste in 1 vaste. Oh, er komt een bol tevoorschijn. En in de vijfde vaste gaan we 2 haken. 1, 2, 3, 4 vaste in 1 vaste. En nu 2 vaste in 1 vaste. Dus 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste en nu 2 vaste in 1 vaste. Dus nog een keer. 1, 2, 3,
4 vasten in 1 vaste. Dus 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste en 1 vaste. En dan krijgen we 2 vaste in 1 vaste. 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Nou, en de laatste is ook 4 met 1 vaste en de vijfde met 2 vaste. Nou, dan hebben we nu dit. Dus dit ziet er best wel belovend uit. 2 vaste in elke zesde vaste. Dus we gaan weer gewoon verder met meerdere. Dus we gaan 1 vaste in de volgende 5 vaste doen. En in de zesde vaste gaan we er 2 haken. Nu heb ik 5 vaste met 1 vaste gehaakt. En in de zesde haak je er 2. 5 vaste met 1 vaste. En in de zesde vaste haak je er 2. Eén vaste, één vaste, één vaste, één vaste. Nog een keer één vaste. En dan 2 vaste in 1 vaste. 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste, 1 vaste. Nog een keer 1 vaste en dan 2 vaste. En eigenlijk kan je het ook zo zien. Je hebt aan alle kanten heb je een soort bobbeltje zitten. Dus hier zit er een, daar, daar, daar en daar. Wat je dan ook kan hebben, is in iedere hoekje zie je dat in hetzelfde riedeltje staan 2 vast in 1 vast. En dat kan je ook een beetje aanhouden, zodat je weet, oh ja, daar moet ik weer verder. Nou, we gaan weer verder. In 5 vaste 1 vaste en in de 6 vaste 2 vaste. En dat blijf je halen totdat je aan het einde bent. En dan haal je de mankeerder weg en dan haak je daar ook weer 2 vaste. Oké, we gaan toer 8 doen. En ik zit heel even te kijken, want het lijfje is best wel groot. Ik had ook expres een grote stal gemaakt, zodat het erin paste. Dus dat komt heel mooi uit. We gaan nu toer 8. 2 vaste in elke zevende vaste. Oh, ik moet de mankeerder weer even plaatsen, zodat ik jullie goed kan uitleggen. Oh. Nou, we gaan weer verder. En nu ga ik een beetje jullie leren. Bij ieder puntje, ik ben nu hier met haken zoals je ziet. En bij dat puntje, daar zie je 2 vaste bij elkaar zitten. Nou, en bij dat puntje gaan we stoppen. Dus ik ga niet tellen. Want dit gaan we samen doen. Zo, ik ga niet tellen. En ik zie, hey, hier kan ik niet verder naar links. Dus ik draai hem om en ik zie 2 vaste. Daar moet ik ook 2 vaste hebben. We gaan weer haken. Hey, stop. Ik zie 2 vaste. Daar moeten ook weer 2 vaste erboven. Dus in elke zevende vaste ga je 2 vaste haken. Ik heb niet geteld, want ik weet bij ieder puntje zitten 2 vaste. Opnieuw. Stop. Hier moet ik 2 vaste haken. En dat klopt. Dus bij iedere
stukje. Of bij ieder puntje waar je ziet dat hij naar beneden loopt. Dat zit aan de linkerkant van je handen daar. Dat gedeelte, dan moet je naar beneden. Hé, hey, ik kan niet verder, maar ik zie dat er 2 zit. Oh, dan moet ik daar 2 naar boven haken. Precies hetzelfde. Oh, nou gaat hij gewoon weer normaal. Dus nou moet ik ook weer gewoon vaste haken. Nu haak ik gewoon vaste. Maar hier loopt hij naar beneden, naar links beneden. Dan draai ik hem. Oh ja, hier moeten ook 2 vaste. Nu ga ik weer normaal haken. Vaste haken. En voor de mankeerder. Hé, hey, er zit weer een puntje. Ik haal de mankeerder weg. En ik ga 2 vaste haken. Dan wil hij zelf even niet meewerken. En nu hebben we ook de ene laatste toer klaar. En nu gaan we naar de volgende. 2 vaste in elke achtste vaste. Dus nu gaan we weer, meerdere. Nou, precies hetzelfde als net. Ik haak gewoon naar links. En ik zie dat ik langzaam naar beneden dwaal. Hé, hey, oh, hier zitten 2 vaste. Daar moet ik ook 2 vaste boven haken. Ik ga weer vaste haken. Oh, ja. Ik zie dat ik 2 vaste moet haken, want ik ben boven de 2 vaste. Stop, ik ben bij 2 vaste. Daar ga ik 2 vaste haken. Nu ga ik weer gewoon te vaste haken. Stop, ik ben boven de 2 vaste. Dus daar heb ik ook 2 vaste gehaakt. En nu ga ik weer vaste haken. Oh, stop. Nu heb ik weer 2 vaste. Ben ik boven geëindigd. Dus haak ik ook weer 2 vaste. Nu weer vaste haken. Ik ben voor de mankeerder, dus ik moet stoppen, want bij de mankeerder zitten ook 2 vaste. En nu zijn we er. Nou, en als het goed is, hoeven we nu niet meer te meerderen. Dat klopt. We gaan nu in de achterste lus gaan we haken. 48 vaste, maar haak alleen in de achterste lus. Oké, dus de achterste lus. Ik ga de camera even wat meer naar voren halen. Zo. De lussen bestaan uit een achterlus en een voorlus. Dus die lus en deze lus. We gaan in de achterste gaan we haken. Dus je hebt hier 2 lusjes voor zitten. Nu heb ik er 2 op mijn haaknaald. Maar je hebt er hier ook 2 zitten. En dat is dan weer wat lastig om te pakken. Want zo'n vaste bestaat uit 3 lusjes. En je moet de achterste moet je hebben. En die zie je hier. Soms gaat dat makkelijk en soms gaat dat moeilijk. En de achterste lus moet je hebben. En nu zie je dat daar ook weer. En die hele achterste lus, dat is dat verborgen draadje die er
eigenlijk 3 lussen van maakt inclusief. En die moet je hebben. Dus. Zo zie je hem misschien nog beter. En als ik de lamp erbij pak, nog beter. Je ziet. Alle lussen hebben 3 lussen in totaal. Een vaste bestaat ook uit 3 lussen. Maar omdat we altijd de voorste pakken, de voorste 2, pakken we nooit de achterste 2. En doordat je dat doet, krijg je hier wat je normaal aan de achterkant krijgt. Want je ziet hier overal hele kleine stukjes. Maar omdat het mooi de achterkant is, zie je dat niet. Maar aan de voorkant krijg je een hele mooie rand. Met van die ene lus die we zijn vergeten, expres. Zodat je hem mooi kan opbouwen. En dat is eigenlijk expres gedaan. En hoe vaak je dit doet, hoe mooier die wordt. En zoals je ziet. En de ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Maar die achterste lus maakt het wel mooier. Want nu kan je dit altijd mooi perfect omhoog doen. En zie je ook verschil met dat die. Want als ik hem nu plat zet, deze kant blijft plat. Maar deze blijft omhoog, omdat we alleen maar de achterste lus hebben gepakt. En dat is het verschil wat je dan krijgt. En dat is een mooi verschil, vind ik zelf. Alleen het kost wat extra moeite. Maar je krijgt dan wel het effecten daarvan. En dat vind ik wel altijd heel mooi. En zo ga je doorhaken totdat je aan het einde bent van de toer. En als je het eenmaal onder de knie hebt, dan lukt het je wel. Daar vertrouw ik op. En soms dan lukt het niet. En dan moet je je haaknaald even terughalen. En dan probeer je het weer opnieuw. Maar ik heb geen twijfel mogelijk, of ik geloof zeker dat jij dat kan. Want als ik het kan, kan jij het ook. En we zijn alweer bij de ene laatste. En de ene laatste moeten we ook. En dit is dan de achterkant. Dus dan dit stukje zit juist in de dingen. Nou, en wat er nu staat is toer 11. Haak elke 8e en 9e vaste samen. Dus we gaan de mankeerder er weer neerzetten. Oké. En we gaan tellen. Nu haken we gewoon weer normale lussen. Dus gewoon vaste, zoals we altijd doen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, niet doorhalen, maar 9, doorgaan. Oh, ik zie nu dat die niet scherp genoeg is. Sorry, die is niet scherp. En nu ga ik samen haken, nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Dus in totaal 3 lussen.
En door alle drie heen. Nog een keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En 9. En door alle drie de lussen halen. Nog een keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En 9. Drie lussen hebben we dan erop. En door alle drie halen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En 9. De laatste keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zeven, acht en negen. En nu hebben we deze toer ook afgemaakt. Nou, en nu gaan we verder. Haak toer 12 tot en met 15, 18 vaste. Knip een cirkel uit karton ter grootte van de onderkant. Leg deze onder in het lijf. En dan toer 16, haak elke 7 en 8 samen. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Ja, nou, dat gaan we dadelijk wel doen. We gaan eerst de toeren haken. Dus 12 tot en met 15 zijn 3 toeren. 12, 13, 14, 15. 4 toeren. Ik tel even lekker niet. 4 toeren gaan we haken. En als we 4 toeren hebben gehaakt, kom ik ook weer terug. Gewoon vaste in vaste. Dan gaan we een kartonnetje uitknippen. En dan komt het goed. Dus ik zie jullie zo. Wat je trouwens zou kunnen doen, is een papiertje bij je houden. Samen met een pen of een potlood. En iedere toer dat je hebt gedaan, deze kras we even weg. Iedere toer dat je hebt gedaan, schrijf je een eentje op. En zo kan je weten dat je 4 toeren hebt gehaakt. Oké, ik heb 4 toeren gehaakt en ik heb het opgeschreven. Dat is misschien ook handig voor jullie om te weten. En ik heb het trouwens ook net uitgelegd. En we gaan nu voor de onderkant gaan we een kartonnetje maken. En hoe gaan wij dat doen? Hele goeie. Ik ben even aan het zoeken. Want ik had mijn paperclips niet hier liggen. Dus ik ben even een alternatief aan het zoeken. Want normaal dan doe ik het met paperclips. Maar de paperclips zijn weg. Ik heb geen enkele paperclip meer. Hoe stom kun je dan zijn? Oh, jawel. Ik heb wel een paperclip. Ja, yes. Yes. Hoe blij kan je worden van een paperclip? Yay! Deze had ik 2 maanden geleden gekocht. In de hoop van ik heb hem ooit nog nodig. En ja hoor, ik heb het. Nou, dit is dus ongeveer een paperclip. Als je dus geen draaidingetje hebt, dan kun je een paperclip pakken. En hoe doe je dat nou? Dat ga ik je nu uitleggen. Van mijn oude werk. Zo. Oké, wat gaan we doen? Ik ga een blaadje. Ik leg deze in het midden. Klop. Ik denk dat dit ongeveer het midden is. Deze pen blijft in het midden. Klop. Daar. Deze aan de achterkant. En zo draai je dus rond. En je kunt dan ook een papiertje verstellen, of course. Je had hem eraf en je hebt een perfect rondje. Nou jongens, perfecter dan dit lukt niet eens hoor. Dus hij wil niet scherp stellen. Ja, dankjewel. Hij is al de hele tijd niet scherp, geloof ik. Sorry. Nou, dit is natuurlijk niet het rondje. Maar we gaan er iets buiten knippen. Dus ik ga even een schaartje pakken. En ik ga ongeveer, denk ik,
een halve centimeter ga ik er voorbij knippen. En dat is best wel moeilijk. Maar als je met kleine knipbewegingen meewerkt, dan moet het wel goed komen. Of je gaat heel rustig zo eromheen. In de hoop dat het goed gaat. Dit is ongeveer een centimeter, een halve centimeter groter. Oh, hij is nog te klein. Chips! Nou, goed. Je gaat dus het nog een keer natekenen. En zo blijf je bezig. En we gaan nog een slag groter maken. Ik pak even plakband. En, ik ga natuurlijk niet tekenen. Daar ben ik nou even te lui voor. We plakken deze erop. Dit is trouwens wel een tip voor jullie als jullie het wat moeilijker vinden. En nu ga ik wel even tekenen. Kijk, perfect lukt nooit, maar... Het is ongeveer... Deze pen doet het niet altijd als je het zelf wil. Oké, nou hou ik hem erboven. Nou is hij perfect. Nou, even knutselen en dan zijn we er. Met die paperclip was echt een goed idee van mezelf. Die had ik op YouTube gezien van die hacks, weet je wel. Oké, nou leg ik hem erop. Boom! Hij is perfect, jongen. Mooi. Nou, dan gaan we hier eventjes een kartonnetje uitknippen. En wees nou slim, ik ga heel even kijken. Jozef. Moet Jozef hetzelfde? Ja, Jozef moet hetzelfde. Dus voor in de toekomst bewaar dit dingetje even. Leg hem bij je haakwerk of zo, voor alle zekerheid. Want dan kun je hem later gebruiken. Maar echt, ik ga dit eerst even knippen. Hey, ik had nog een stukje karton over. Het is echt puur toeval. Ik kijk altijd eerst in de vuilnisbak bij mezelf of ik iets kan recyclen voordat ik weer helemaal iets nieuws moet doen. Oké, ik ga hem natekenen. Oh. Nee. Dat is het stomste aan papier. Nou. Oké, randje nummer 1. Ik knip hem er ongeveer bijna vlak langs, zodat ik hier nog wel knipruimte heb. Ja, potverdorie. Oh god.